Hallo, nog even over vandaag. Werelddierendag 4 oktober. Nou, de liefste honden en de liefste katten zitten uiteraard bij ons in het asiel. Wij proberen ze natuurlijk dat goede huis te bieden. Ik heb hier twee schatten van meiden. Lana en Amy. Ze zitten nu al een jaar bij ons. En het komt onder andere omdat we ze eigenlijk samen een goed huis willen geven. Werelddierendag, het staat in het teken van de dieren. Wij doen er alles aan om ze een goed huis te geven. Dit zijn prachtige meiden. Twee waakse meiden ook. Ze kijken een beetje naar Matthijs van, nou, wat kom jij nou weer doen hier? Maar ze zijn erg knuffelig. Ze zijn gewend om ook lekker bij je te zitten, dat zie je dus wel. Nou, twee Amerikaanse bulldoggen. We hopen eigenlijk met Werelddierendag natuurlijk iedereen dat hij weer lief is voor zijn dieren. En uiteraard ook bij ons een kijkje komt nemen in het dierenasiel. Wij zijn 's middags geopend vanaf 2 uur. En je kunt 's avonds tot 9 uur bij ons binnenvallen voor de katten. En als je een kijkje wil komen nemen bij de honden, ben je zeker ook welkom. Dus lief zijn voor je dieren. En kom gerust langs bij ons bij dierenasiel Brammelo. Waar is je vriendin nou?